Ja, het was heel leuk, want ik heb een paar weken vakantie gehad. Dus het is weer het eerste optreden sinds een lange tijd. Maar ja, Zeeland is altijd wel tof om heen te gaan. Ik krijg altijd wel een soort van vakantiegevoel of zo. En ja, er waren best veel mensen en goede reacties. Dus ik vond het leuk. Ik heb één club of theatertour gedaan. Dat was afgelopen voorjaar. Dan deden we 23 theaters. Volgens mij hebben we ook in Middelburg hier een theater gestaan. En toen was de plaat nog eigenlijk niet echt uit. Dus we speelden wel allemaal liedjes, maar die moesten nog allemaal uitkomen. Dus toen was het echt nog helemaal nieuw. En nu gaan we in het najaar een clubtour doen. Dus dat is wel heel spannend. Dus ja, veel zin in. Nou ja, mijn grootste voorbeeld. Ik ben bijvoorbeeld echt gitaar gaan spelen en liedjes gaan schrijven toen ik Sheryl Crow voor het eerst hoorde. Dat vond ik echt wel heel tof. En Aretha Franklin, die is al wat ouder dan natuurlijk, maar dat is gewoon, dat is volgens mij wel echt gewoon een van de beste zangeressen. En ja, Bonnie Raitt vind ik heel gaaf. Van alles eigenlijk, ja. Ja, dat, ik denk dat iedereen dat wel, iedereen die muziek maakt wel in het buitenland wil doorbreken. Lijkt me heel erg tof. Ik heb er vorige maand ook gespeeld, gewoon voor een klein clubje, voor heel weinig mensen, maar dat vond ik zo tof en ik dacht van ja, weet je wel, lijkt me echt gaaf om gewoon met mijn gitaar en dan het hele land door te crossen en allemaal optredens te doen. Maar het is gewoon heel moeilijk, want het is zo'n groot land en ze hebben daar al zoveel goede artiesten en je komt er heel moeilijk tussen. En ja, ze tekenen, platenmaatschappijen tekenen gewoon niet zoveel nieuwe artiesten. Dus ja, samen zingen vind ik echt, heeft gewoon iets magisch om proberen met een ander iemand zijn stem helemaal in te blenden en daar één geheel van te maken, zeg maar. Dat vind ik echt, daar hou ik echt heel erg van, ja. Nee, lijkt me heel gaaf om een keer een volgende plaat of zo een duet met iemand op te nemen. Dus daar ben ik een beetje zo af en toe aan het rondkijken van wie zou dat kunnen zijn. Maar ik heb nog geen naam of zo, nee. Wie ik heel tof vind is James Morrison, daar zou ik echt heel graag een keer mee willen zingen. Hij heeft echt zo'n rauwe stem en toch ook weer heel mooi en fijn om naar te luisteren of zo. Dus dat lijkt me wel heel gaaf. Ja. Ik ga dus een clubtour doen en ik ben alweer heel veel aan het schrijven. Dus ik ben alweer een beetje na aan het denken over een nieuwe plaat. En volgend jaar waarschijnlijk nog meer spelen en hopelijk ook in het buitenland. Dat lijkt me heel erg leuk. En opnemen, spelen. Een beetje die afwisseling. Ja. Of heel vaak ook ben ik gewoon aan het koken of in de auto of en dan komt er ineens iets in me op. En soms ook wel eens dat ik in mijn slaap dingen hoor en zo heb ik ook al eens gehad. Maar heel vaak is het inderdaad dat ik een akkoordenschema speel en dat het ineens iets oproept of zo. En dan moet ik daar iets mee en ga ik een liedje schrijven, ja.